Hoi, superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik met jullie een tool uit gaan testen. En dat is namelijk de Heat & Embossing Stem Kit van Preps & Co. Dit is een kit en hiermee kun je dus door middel van glitters of met een pen kun je een heel mooi effect creëren met dit apparaat. Ik heb er ook een paar tools bij. Ik heb er hier drie. Dit zijn dan ook weer pennen en dit zijn dan andere kleuren glittertjes. Ik heb hier bijvoorbeeld zwart. Ik heb een zilveren. En dit is een grijze, als het goed is. Dus dit zijn gewoon hele leuke producten waar je dus heel erg mee leuk kunt knutselen. Ik heb het zelf ook nog nooit getest, dus ik dacht misschien is het wel leuk om met jullie samen te testen. Ik heb al vaker wat video's gemaakt die op creatief gebied waren. Die werden best goed ontvangen. En ik ben zelf gewoon heel erg benieuwd ook naar deze set. Dus die ga ik dus gewoon testen. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze set en wat je er ongeveer mee kunt en wat ik ervan vind, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, dit is dus de starter kit zoals ik je net liet zien. Die heb je dus nodig om hiermee aan de slag te gaan en om deze extra setjes te kunnen gebruiken. Je zou deze in meerdere kleuren hebben. Ik heb nog niet heel veel kleuren kunnen vinden helaas. Maar ik hou mijn ogen open en zodra ik nog andere kleurtjes tegenkom wil ik die zeker gaan meenemen. Als dit bevalt natuurlijk. In deze set zit de heat gun. Je krijgt twee embossing poeders. Je krijgt twee keer stempelkussens. Je hebt ook nog 4 keer A6 witte gevouwen kaarten en ook 4 keer A6 witte enveloppen erbij zitten. Een handleiding en 10 keer een transparant stempeldesign. Dus die zitten er ook nog bij. Dit is alles wat erin zit. Volgens de achterkant kun je eigenlijk ook gewoon doosjes hiermee bedrukken. Ik zie hier zelfs een mok die bedrukt is. Dit is ongeveer wat je ermee kan doen. Dus we gaan de set even uitpakken en we gaan dus proberen of dat dit werkt. Ik weet niet of ik deze tooltjes al direct ga gebruiken, omdat ik eigenlijk al deze spullen ook in het setje heb zitten. Maar dan weet je in ieder geval dat je dus ook extra tools kunt kopen voor deze set. Dus we gaan deze gewoon eens eventjes nu testen. Zo, inmiddels is alles even uitgestald. Ik heb dus hier de pen die ik wil gaan gebruiken. Ik heb hier het inkpadje. De twee poeders staan hier. Hier heb je dus die clear stamps die erbij zitten, die heel erg leuk zijn. En hier het apparaat. Die ga ik zo eventjes in het stopcontact stoppen, want ik denk dat die even nodig heeft om warm te worden. Alles ligt verder klaar. Dus we gaan het gewoon eventjes proberen. Ik heb inmiddels even een stempel al eraf gehaald. Ik wil de Happy Birthday stempel gaan doen en die plak ik dus op een clear blok. Kijk, want zo stempelt hij veel makkelijker omdat je hier dus geen grip op hebt. Ik wil beginnen dus met de stempel en ik heb besloten om deze op een rood blaadje te gaan doen, want ik denk dat je deze op wit niet gaat zien. Ik ga het stempelblokje openmaken. Nou is het alleen eventjes de vraag, hoe ga ik dit er goed op stempelen? Ik denk gewoon zo, dat ik zo even het inkt probeer er goed op te krijgen, want het is een vrij grote stempel en het is niet een heel groot blok natuurlijk. Nou, even kijken of dit nu voldoende is gedaan. Ja. Kijk, je ziet nu deze stempel op dit blaadje zitten. Ik weet niet of het heel goed zichtbaar is. Hij zit hier. Nu ga ik dus hier wat poeder overheen aanbrengen. En ik heb besloten om wat gouden poeder te doen. Dat leek me wel leuk. Dat giet je gewoon hier dus een beetje overheen. Oh, je neemt gelijk wel heel erg veel. Dan ga ik het overige wat ik niet nodig heb hier even in doen. En dan zie je dat deze stempel gelijk helemaal bedrukt is met het
poeder. Nou, ik zal even het dopje hier weer opdraaien. En dan gaan we er dus met dit apparaat overheen. Hier zit een aan- en uitknop op. En dan zou hij dit dus gaan, effecten. Dus we gaan dat proberen. Nou, en het effect wat hij dan geeft, is dat hij het eigenlijk gekleurd maakt. Dus nu zie je gewoon dat je een gekleurde stempel hebt. Ik zal het eventjes van de andere kant laten zien. Kijk, hij maakt het als het ware nu heel mooi goud. Je kunt er heel mooi overheen gaan, want je voelt helemaal niks meer van die poeder. Want dat is eigenlijk een soort van gesmolten door de hitte die dit apparaatje afgeeft. Dus dat is wel een superleuk resultaat. Dat vind ik wel superleuk. Ik wil uiteraard het ook even met de pen proberen. Als het goed is, werkt dat op dezelfde manier. Dan hoef je alleen te schrijven. Daar gooi je wat poeder overheen. En dan kan je dat dus heel erg mooi ook dit effect geven. Ik zal jullie zo ook even laten zien hoe het effect er dan uitziet. Als je gewoon net de poeder eroverheen hebt aangebracht. Want dan kun je heel goed het verschil zien. Ik ga dus nu met deze pen wat schrijven. Hij heeft ook twee kanten. Hij heeft in hier een wat dikkere punt. En aan de andere kant zit een wat kleiner puntje, zoals je kan zien. Dus ik ga met beide punten werken. Ik ga een getal opschrijven, want ik moet nog wat dingen bijwerken voor een verjaardag in de bullet journal. Maar dat ga je dus nu waarschijnlijk niet zo heel goed zien, omdat het dus eigenlijk een soort van licht is. Ik ga hier dus een rondje overheen maken. Kijk, dit heb ik dan met de pen geschreven. Zoals je kan zien, gaan we er nu poeder overheen aanbrengen. We gaan nu voor het zilveren poedertje om eroverheen aan te brengen. Ook wel leuk. Je gooit er best wel veel poeder overheen, maar je tikt het dus allemaal af. Daarvoor heb ik dus ook dit hele handige bakje. Kijk, alleen met de poeder ziet het er zo uit. En nu ga ik er dus weer met het apparaat overheen. En dan gaat hij, als het goed is, ook weer zo mooi zilverkleurig worden. Dus dat gaan we gelijk proberen. En dan is dus dit weer het resultaat. Je voelt het heel mooi. Je voelt heel goed dat de poeder helemaal is warm geworden. En dan zie je dus gelijk dat hij heel mooi glimmend wordt. Je ziet dat ik hier de lijn bijvoorbeeld niet heel mooi heb gedaan. Het is voor mij natuurlijk ook de eerste keer dat ik dit doe. Maar dat is gewoon iets waar je mee moet experimenteren. Maar ik vind het resultaat van beide plaatjes heel mooi. Zowel de stempel als met de pen. Ik vind dat echt wel heel erg leuk geworden. Nou, mijn eindoordeel van deze Heat Embossing Stamp Kit. Ik ben echt zwaar onder de indruk. Ik vind het super leuk om mee te werken. Ik ben heel erg verrast hoe het resultaat eruit ziet. Want ik vind het echt wel heel erg mooi. Ik heb dus uiteindelijk besloten om het op gekleurd papier te doen. En niet op wit papier. Omdat ik bang was dat ik dan de stempels niet zou zien. En de stift niet. Maar ik vind het resultaat echt super leuk. Ik moet natuurlijk ook nog wel wat meer oefenen. Ik deed het ook voor het eerst. Maar mijn eerste indruk is echt fantastisch.
Dit toeltje wat ik trouwens gebruikte, dat zat niet bij de set. Die had ik zelf gewoon. Maar ik denk als je veel met creativiteit bezig bent en je doet ook veel met stempelen, dat je misschien ook wel zo'n ding hebt. Want het is heel handig voor kleurstamps. Ja, het is eigenlijk gewoon echt een complete set waar je direct mee aan de slag kunt. Je kunt ook een video bekijken, want er staat hier een QR-code achterop. Dus dat zou je ook nog kunnen doen. Er zit een duidelijke beschrijving bij. Het staat op de achterkant ook al heel duidelijk uitgelegd. En eigenlijk werkt dit apparaat gewoon als een soort föhn. Want hij hoeft verder niet warm te worden. Je steekt de stekker in stopcontact. Er komt gelijk warme lucht uit en hij maakt het dus goudkleurig. Het is ook heel erg fijn dat je de rest van de poeder heel makkelijk weer terug in de bakjes kan doen. Waardoor je eigenlijk niet heel veel poeder kwijt bent. Want de bakjes zitten nog heel erg vol. En het leek in de video alsof ik heel veel poeder gebruikte. Maar dat valt reuze mee, omdat er heel veel in terug gaat. Dus ik vind het echt een super leuke set. Ik vind het echt, ja, fantastisch. Daarnaast is het gewoon heel erg leuk dus dat je deze extra setjes kunt kopen. Ik heb ze in deze video nu niet gebruikt omdat het eigenlijk precies hetzelfde is wat ook al in de startset zit. Maar het is wel leuk om wat meerdere kleuren qua poeders te hebben. Dus dat vind ik wel super leuk en ik hoop dus dat ik nog wat meer kleurtjes kan gaan vinden. En dat weet je dus nooit bij de Action. Al deze producten komen bij de Action vandaan. Deze startset komt bij de Action vandaan. Het is van Crafts & Co. Dat verkoopt Action. Ik durf niet te zeggen of die op dit moment nog in de winkel ligt. Want dat weet je bij de Action nooit. Want ik heb hem al een tijdje. Maar ja, weet je, hou het in de gaten mocht je daar benieuwd naar zijn. En deze die verkoopt dus ook bij de Action. Mocht ik de prijzen nog kunnen vinden van deze producten, zal ik ze ook eventjes in de beschrijving zetten. Maar ik vind het in ieder geval een superleuk apparaat. En ik denk als je veel met stempels doet of met creativiteit, dat het een heel leuk apparaat is om te hebben. Je kunt uiteraard ook gewoon je eigen clearstamps gebruiken. Er zitten er hier gewoon een paar bij. Maar je kunt bij de Action ook zoveel leuke clearstamps kopen die je dus ook gewoon kunt gebruiken. Zolang je maar gebruik maakt van het inkt wat in deze set zit. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden om te zien en dat jullie een beetje een idee hebben gekregen hoe je dus kunt werken met zo'n heat en embossing stempkit. Ik vond het in ieder geval super leuk om te testen. Laat me ook weten of het je interesse heeft gewekt of dat je zo'n apparaat zou willen hebben of dat je hem misschien al hebt. Dat kan natuurlijk ook. Of dat je zegt, nou, ik sla het lekker over want ik vind het te veel gedoe. Dat kan natuurlijk ook. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat ook een rode button. Als je daarop klikt, ben je dus ook gratis geabonneerd. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online staat. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!